Goedemorgen. Even kijken of ik er ben. Ja, volgens mij kunnen jullie mij zien. Goedemorgen. Ik drink nog even gauw mijn koffie op, anders is die weer koud. Goedemorgen. Hij is al bijna koud. Nou, ik was wat aan de vroege kant, dus ik wacht heel eventjes dat de rest mij ook kan vinden. Koffie is op, dus die kan ik niet meer vergeten. Goedemorgen allemaal. Ja, klusjes moeten ook gebeuren, hè? Ik moet straks ook nog wel het een en ander doen, hoor. De dingen zoals de was en de vaatwasser en zo, dat gaat natuurlijk allemaal door. En ik heb, einde van de middag heb ik een bedrijfsuitje. Dus daar moet ik ook nog naartoe. Goedemorgen. Nou, jullie druppelen lekker allemaal binnen langzaam. Oh. Oh, er komt wat in beeld. Even wachten, anders kan ik jullie reacties niet meer lezen. Zo. Hé, hey Rianne, nou zie ik je wel. Ja, het zou fijn zijn als we daar een toverstaf voor hadden. Maar helaas, dat werk gaat gewoon altijd door, hè? Ja, en omdat ik nou voor werk meer van huis ben, moet ik toch wat meer in het weekend of in de avonden doen. En heel eerlijk, ik heb daar echt niet altijd zin meer in s'avonds, hoor. Als ik dan een hele dag heb gewerkt, dan... Dus dan denk ik altijd, laat maar, doe ik lekker van het weekend wel. Lekker struinen, een beetje rommelen en zo. Goedemorgen. Nou, ik ga gewoon rustig aan vertellen wat we gaan doen. En dan zien we wel hoe het loopt. Ik moet zeggen... Het is een kaartje wat ik al ooit eerder heb gemaakt. En ik dacht, oh, ik weet echt nog wel hoe dat moet. En ik heb niet de werkbeschrijving, maar een bestandje met de maten. En die staat ook in de groep. En die had ik erbij gepakt. En ik denk, nou weet je, we zien wel hoe het loopt. In het ergste geval moet ik even spieken hoe het ook alweer zat. Maar goed, dat gaan we dan wel weer zien. Ik heb namelijk ooit deze gemaakt. En... Ja, ik schaam me diep, want ik dacht dat ik hem destijds af had gemaakt. En dat heb ik dus niet. Ik heb de basis gedaan en daarmee is het ook eigenlijk wel klaar. Ik heb deze dus, ja, die is gewoon denk ik ergens achterbeland en er gewoon nooit meer van gekomen om af te maken. Maar dit modelletje wil ik maken. En ja, ik blijf dat een leuk modelletje vinden. Ik blijf pop-ups heel leuk vinden en... Ja, weet je, het is gewoon niet te doen om iedere live een nieuwe kaart te bedenken. Daarbij zijn er natuurlijk ook heel veel nieuwe mensen bijgekomen die deze wellicht nog niet hebben gezien. Dus ik dacht, weet je wat, oud blijft ook leuk. Daar gaan we doen. Volgens mij is het echt al, ik denk misschien wel 1,5 jaar geleden dat ik hem een keer in een live heb gedaan. Goedemorgen. Oh, gelukkig. Voor jou is het nieuw, Ina. Dus goed, die gaan we in ieder geval maken. En ik heb dit designpapiertje daarvoor uitgekozen. Dat komt uit, niet uit deze, maar uit deze. De Vintage Christmas. Nou, uit mijn hoofd gezegd is dit paperpad uitverkocht. We zijn de scrapvellen er nog wel. Maar dit kan natuurlijk met... Ja, met ieder designpapiertje. Het hoeft geen kerstkaart te zijn. Het kan ook een verjaardagskaart of net wat je leuk vindt. Hè? Het Halloween is er, geloof ik. Dus voor de Halloween fans kun je het ook met Halloween maken. Ja, weet je. Het is gewoon lekker zelf kijken wat je mooi vindt. Ik heb dit papier liggen. En
Ja, ik vind dit gewoon heel erg mooi papier. Ik werk er graag mee. Dus vandaar dat ik deze heb gekozen. En ik moet heel eerlijk zijn. Ik moet ook nog nieuw designpapier bestellen. Maar ik kan weer eens geen keuze maken in welke ik wil. Dus. Vandaar deze. Nou, uiteraard heb ik ook een basis of een mat laag kleurtje. Degene die mij kennen weten dat ik... Hey Marie-Louise, mijn lieve dinnetje. Jullie weten dat ik van een matlaagje hou. Dus ik kies altijd een extra kleurtje basis cardstock uit om daarmee te matten. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik ga dadelijk ook vertellen welke maten je moet gebruiken op het moment dat je dat niet wil. En uiteraard dan een designpapiertje. Nou, hier zit natuurlijk wel een patroontje in. Nou, kijk ik daar niet naar. Ik ga gewoon aan het snijden en ik zie wel hoe het uitkomt en... hoe het op de kaart komt te zitten. En vind ik het echt niet mooi. Ja, dan moet ik misschien een keer een nieuw stukje snijden. Maar als ik dus ga nadenken over welk stukje ik wil gebruiken, dan lukt het me niet. Dus ik ga, en lukt het echt niet, draai ik hem om. En dan ga ik zo snijden, want dan zie ik niet wat ik doe. En dan pakt het eigenlijk altijd gewoon 9 van de 10 keer goed uit. Dus op het moment dat je een designpapiertje hebt waarvan je denkt, oh help, hoe moet ik daar nou ooit in gaan snijden? Omdraaien, dat je dus de kant die je niet wil... of de kant die je wil niet ziet. En dan gaan snijden. Dan heb je die keuzestress namelijk niet. En ik dacht echt, oh, dat kan toch nooit werken. Ik heb dat ooit eens op YouTube voorbij zien komen bij een dame. En ik denk, die moet ik onthouden. Maar ik was wel sceptisch van, nou, daar geloof ik niks van dat dat werkt. Want je weet eigenlijk gewoon wat voor papier er aan die andere kant zit. Maar toch werkt het dus wel. Nou, ik heb wel al wat voorgesneden. En het zijn een heleboel stukjes. Dus ik hoop dat ik er nog uitkom. Maar goed, ik heb een voorbeeldkaartje en een spiekbriefje, dus moet goed komen. Ondertussen ga ik mijn rilbord erbij pakken. En mijn maat, want ik weet de maten niet allemaal meer uit mijn hoofd. Maar dit bestandje, ik heb het nu even uitgeprint, zodat jullie eventueel even mee kunnen kijken. Maar dit bestandje staat ook op de groep. In het mapje bestanden. En dan heet die maten zetvol pop-up kaart. En dan kun je dus de maten vinden die ik gebruik bij deze kaart. Uiteraard kun je hem ook zelf aanpassen naar andere maten, mocht je dat willen. Maar goed, ik ga nou deze gebruiken. En ik heb dus een stuk basiscard. Ik heb dus de kraft gekozen. Een stuk basiscardstok van 10,5 bij 23. En die moeten we dus rillen op 15 en 19. Nou, ik had al even dunne rillijntjes gezet, omdat ik twijfelde of ik het goed had gedaan. Dus nu gaan we de goede rillijnen zetten. Dus ik ga rillen op 15 en op 19. En dat is dus om dadelijk die zetvolt te creëren. Dan gaan we de rest ook gelijk even rillen. Want dan kan dit bord aan de kant. En dan hebben we die gewoon niet meer nodig. Goedemorgen. Oh, dat geeft niks, Rina. Ik ben echt pas net begonnen. Nou, ik had nog meer stukjes kraft gesneden. Dus dit is mijn basis cardstock. Je kan ook... dit kan je natuurlijk in iedere kleur pakken. Hè, wat jij zelf wil. Even denken. Ik heb dan gesneden 1 keer 11 bij 8,5. En dat is dus om die paneltjes hier te maken. Die gaan we op de 11 centimeter zijde gaan we die rillen op 3, op 7 en op 10 centimeter. Dus ik leg hem op de 3. 3 op 7. Doe ik dat goed? Ja, dat doe ik goed. Ik vraag het me toch af. Ja, dat doe ik wel goed. Ik zat even in mijn hoofd, er klopt iets niet. Ik mis wat, maar ik mis niks. Het klopt helemaal. Ik zit er weer in. Dan hebben we dus die gerild. Dat wordt je grootste panel. Dus eigenlijk de eerste die we straks op gaan plakken. Dan hebben we een stukje van 9 bij 6,5. En die gaan we dus rillen op 2, op 6 en op 8. Nou, ik zet de 2 even aan de andere kant van het rilbord, want dat vind ik makkelijker.
En dan draai ik hem om. Dus op 2, op 6. En dan op 8. Want we hebben natuurlijk plakstrookjes nodig. En dan ons laatste stukje is 7 bij 4,5 als het goed is. 7 bij 4,5. En die moeten worden gereeld op 1. Dus die doe ik ook weer eerst even aan de andere kant. Ik vind dat dan makkelijker. En dan op 5. En op 6. En dit wordt dus ook ons laatste pop-up paneltje. Dan kan het rilbord aan de kant. Het is niet een echte beschrijving. Het is zeg maar dit. Dit bestandje staat in de groep. Als je dus in. Oh, dankjewel Anne. Anne heeft het al voor je uitgeschreven. Maar ik denk als jullie deze live zien en jullie hebben dit briefje erbij. Dan denk ik wel dat jullie daar zelf prima uit kunnen komen. Het is niet moeilijk. Het is gewoon even snijden en nadenken. Goedemorgen. Nou, dan gaan we eerst even de ril vouwen. De rillijnen vouwen. En we moeten dus die Z-fold creëren, deze. Dus je moet even kijken hoe je dat... Dat je wel de goede kant op gaat vouwen. Dus deze moet naar binnen. En deze, dus het laatste, het uiteinde, die klappen we eigenlijk als het ware terug. En dan hebben we dus die Z-fold eigenlijk al gecreëerd. Nou, dan ga ik de rest ook gelijk even vouwen. Want het is wel het makkelijkste om dat gewoon eerst even te doen, dan onze designpapiertjes te plakken. En ik hoop dat ik het allemaal ga redden in een uurtje. Nou ja, goed. Ik heb geloof ik niet direct iemand na me. Anders dan kan ik iets langer doorgaan. In de Facebookgroep. In de Facebookgroep van Hobby Vision. Daar heb je een kopje met uitgelicht, foto's en ook bestanden. En als je dus die bestanden aanklikt... Dan krijg je dus allerlei werkbeschrijvingen van modelletjes te zien. En daar staat ook deze tussen. En die heet dan Z-fold, mate Z-fold pop-up kaart. Mocht het nou echt niet lukken, geef het even aan. Dan kan ik altijd kijken of ik hem, of ik jullie, of diegenen die hem niet kunnen vinden, daarin kan taggen. Maar ik denk dat dat wel op zich wel zou moeten lukken. Nou, ik ga toch even vervelen met mijn gesso. Want het is natuurlijk een winterse creatie. Dus ik wil daar gesso op doen. Ik doe maar een klein beetje. Dus het is eigenlijk gewoon gelijk droog. Dus het is niet dat we daarop moeten wachten. Dus ik knip weer gewoon een stukje van mijn sponsje af. Hè, de welbekende sponsjes. Mouwen omhoog, want uiteraard zit ik hier weer met mijn goede kleren. Ik weet dat ik dat eigenlijk niet moet doen. Maar ik doe het toch. Omdat ik er gewoon niet aan denk. Ik heb hier wel een deken liggen hoor. Zo van vaak als ik dan inderdaad toch weer in mijn goede kloffie zit. Of ik moet eigenlijk nog weg en ik wil toch nog even lekker knutselen of zo. Dan leg ik die deken over me heen. Mocht ik dan knoeien of ik heb nogal eens de neiging als ik vieze handen heb. Om die dus tijdens het knutselen op een of andere manier aan mijn kleren af te vegen. Vraag me niet hoe het komt, want dat doe ik mijn vieze handen in de keuken ook niet. Maar het is gewoon een tik, zullen we maar zeggen. Eigenlijk hartstikke stom natuurlijk, maar... Dus ik heb daar wel afgeleerd nadat ik een paar keer een goed kledingstuk, een soort of wat, had verziet. En dat ik die deken er neerleg. Maar goed, ik vergeet mezelf nog vaak om te kleden hoor. Even kijken. Ja, ik heb van deze hebben we alles. Nou, daar heb ik dus ook inderdaad. Als ik ga spetteren. Oh, die hoeft eigenlijk niet, want dat is een plakstrookje. Dan, ik heb ook alles eronder zitten. Inclusief inderdaad mezelf. Maar goed, hé, daar is het ook het hobby ervoor, hè. Ik had van de week lekker zitten kliederen natuurlijk met de live bij JMA met Inkt.
En hoi hoi, goedemorgen. En ik moest eigenlijk wel stiekem een beetje lachen om mezelf. Want ik had hele bruine handen en ook een beetje witte handen. En ik heb natuurlijk was ik mijn handen en de volgende morgen werd ik wakker. En toen zag ik dus eigenlijk dat ik alsnog overal inkt had zitten. Ik moest naar mijn werk. En ik had ook nog een call met iemand uit de USA. En dus voor mijn werk dan, hè, uiteraard. Ik denk, oh, als ze die handen maar niet zien. Want ik kreeg het er dus niet zo gauw af, helemaal af. Ik denk, oh, foei. Maar ja, anderzijds, ze weten wat voor hobby dat ik doe. En dat is dan maar zo, hè. En ik had ook geen zin meer om dan even snel nog mijn haren te gaan wassen. Ik heb zo'n scrubby of hoe heet dat ding. Kon ik ook niet zo gauw vinden. Maar ja, dat zul je dan altijd zien. En ik denk, nou ja, weet je, jammer dan. Kijk, je ziet het nog wel iets. En dan heb ik ondertussen mijn haren al gewassen. Maar ja, goed. Het is zoals het is, hè. We doen het er maar mee. Goedemorgen voor degenen die nog gezellig binnenkomen. Zie je gewoon echt een dun laagje deppen met de gesso. Kost wel eventjes een beetje tijd. Maar ik vind het eigenlijk zonde om het niet te doen. Dus ik doe het toch. Dus sorry voor degenen die het niet leuk vinden. Want ik heb nog meer natuurlijk. Nou gaan we onze blauwe matlaagjes erbij pakken. Die heb ik ook allemaal al gesneden. Ik ga die voorzien van gesso. En dan ga ik jullie daarna de maten vertellen. Want dan gaan we ze namelijk ook gelijk opplakken. Maar dan heb ik in ieder geval de gesso gedaan. Ja, en het designpapier moet uiteraard nog. Maar ja, dit is me gewoon niet gelukt. Ik vind dit zo moeilijk. Ik kom. Ria, hoezo kom je niet uit met de maten? Want in dit geval staan de maten natuurlijk allemaal, allemaal opgeschreven. Dus in principe, als jij die uit zou snijden, zou je uit moeten komen. Je moet alleen, als jij dus de creatie in elkaar gaat zetten, natuurlijk goed opletten dat je de hoogte en de breedte, zeg maar, dat je de juiste stukjes gebruikt. Wat daarin nog wel eens wil helpen, en misschien hebben de andere dames voor jou ook nog wel tips. Als jij dus je papier gaat snijden, zet op de achterkant wat dus de hoogte en de breedte is. En als je dan gaat plakken en je gaat lijm erop doen, heb jij dus altijd voor jezelf nog een reminder van, oh ja, deze moet ik op deze manier plakken en deze moet ik op deze manier plakken. Kijk, ik snap dat het lastig is als je zelf een creatie uit moet denken. Nou ja, maakt niet zoveel uit. En dat dan kan ik begrijpen dat dat best wel voor sommigen gewoon een dingetje is. Ik ben daar af en toe ook echt wel lang mee bezig, hoor. Die maten staan op de groep. Ik heb hem hier ook. Maar ik gooi er weer van alles overheen, omdat ik natuurlijk met die gesso bezig ben. Gewoon proberen. En lukt het echt niet, stuur mij even een pb'tje. Persoonlijk berichtje via Facebook. Dan kan ik altijd met je meekijken om te zien waar het fout gaat. Want soms dan, ik heb dat ook wel eens, hoor. Dan maak je een fout en dan zie je het gewoon zelf niet. En dan ziet een ander het en die ziet het gelijk. Dus als het niet lukt, gewoon vragen. Daar zijn we ook voor, hè. Het is niet zo dat wij nou alle expertise in huis hebben, hoor, dat wij ook alles kunnen. Maar we kunnen wellicht met je meekijken en met je meedenken. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk ook uit te leggen in de live. En als het niet lukt, of als het niet duidelijk is, geef een gil, hè. Want dan leg ik het gewoon nog een keertje uit. Dat is helemaal geen probleem. En vaak is het zo dat het gewoon heel moeilijk lijkt. Hey Joyce. Maar dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Dat lijkt vaak zo. En dat vind ik zeker altijd met pop-up dingetjes. Ik krijg heel vaak de reactie van, hoe heb je dat nou gedaan? En dat is toch veel te moeilijk? En dan
laat je dat dus zien. En dan denk je van, oh, dat valt eigenlijk wel mee. Nou, inmiddels zit ik alweer lekker onder de gesso, zoals jullie zien. Nou ja. Nou, dan heb ik hier nog twee van die hele kleine strookjes. Ja, echt waar. Die hebben we toch echt nodig. Het is gepriegel, maar... Dat is iets lastiger in de gesso zetten, maar we doen maar gewoon... Oh, deze hoort bij designpapier. Nou, weet je wat? Saai voor jullie, maar die doe ik ook gelijk. Dan kan heel de gesso pot weg. En dan gaan we lekker door met plakken in elkaar zetten. Hoppatee. Kunnen we ondertussen gewoon nog even lekker kletsen. Gaan jullie nog leuke dingen doen het weekend? Of gaan jullie knutselen? Of andere dingen op de planning? Ja, is ook een goede tip inderdaad. Probeer het eens met printpapier. Gewoon eerst een prototype maken. Een proefmodelletje. Om te kijken of jouw idee van hoe je het in elkaar moet zetten klopt. En lukt die dan goed? Dan heb je het ook al een keertje gedaan. Dus dan weet je voor de volgende kaart al wat makkelijker hoe het moet. En anders gewoon lekker vragen, dan helpen we. We kunnen altijd meekijken, meedenken. Halloweenfeest bij de buur. Oh, Halloweenfeest. Hier leeft dat niet zo. Ja, dan moet je wel even aan de poets, hè? Nou, als het goed is, ga ik morgen dus een dagje samen knutselen met Jitske. Bij ons uit het designteam. Dus dan, ja, wij wonen eigenlijk gewoon zo wat bij elkaar om de hoek. Oh, Rian, ook lekker Halloween. Met de kinderen. Oh, altijd leuk. Lekker de kinderen de stuif op het lijf jagen, of niet? Oh, wandeling. Ook altijd lekker relaxed, inderdaad. Nou, ik zie leuke dingen voorbij komen, hoor. Ja, hier leeft dat niet zo, het Halloween. Nou, Joyce, ik voel een date aankomen. Oh, dat vind jij heel erg, hè, Rianne. Ik vind het niet kunnen. Echt niet. Echt gewoon niet. Dat doe je toch niet? Je gaat toch niet knutselen? Scrapboek afmaken. Oh, verjaardag kleinkinderen. Altijd leuk en belangrijk. Die is volgend weekend, hè, de Creado. Toch? Ook altijd leuk, hobbybeurs. Ik heb dan altijd van, als ik er naartoe ga, ik zit ook te twijfelen om te gaan. Van, ja, maar ik ga alleen kijken, wat komt eruit, ik heb genoeg. En dan vervolgens kom je toch weer met veel te veel, nou ja, knutselspullen hebben we natuurlijk nooit genoeg. Oh, ik dacht dat ik er was, maar ik heb nog een paar kleine stukjes. Dan gaan we echt plakken, dames, sorry. Het is een beetje saai, maar moet even gebeuren. Nou ja, moet natuurlijk niks, maar ik wil het. Ja, dat is volgende week inderdaad. Nou moet ik zeggen dat ik persoonlijk wel wat minder fan ben van de Creado. Ik ga liever naar Den Bosch, naar de knotsgekke kaartendagen. Inderdaad, Joyce, ik vind hem dus heel erg druk. Maar goed, anderzijds, ik heb ook een hele lieve hobbyvriendin in Almere wonen. Die zie ik niet zo vaak. En nou hebben we elkaar ook al een hele tijd niet gezien. Wel gesproken, uiteraard. En ik zit dus... we hadden eigenlijk zoiets van, goh, misschien samen een dagje beurs doen. Kunnen we even lekker bijkletsen en... Nou, ik moet ook wel mijn energie verdelen, hoor. Daar moet ik ook wel eerlijk in zijn. En ik heb natuurlijk ook nog gewoon mijn huishouden en mijn werk. En ik vind de hobby ontzettend leuk. Maar het kan niet zo zijn dat ik andere dingen niet meer kan doen. Omdat ik zo nodig dan naar een... Oh.
Ik denk al, wat doet mijn. Ik scheur mijn nagel in. Zien jullie dat? Dus die moet ik dadelijk wel even afknippen, want daar gaat geheid mis. Want hij is vrij ver. Ga je dat met een hobbyschaar doen, Sabine? Ja, ik ga het echt met een hobbyschaar doen, sorry. Maar dit moet eraf. Au. Ik heb geen nagelschaar hier, maar anders dan denk ik dat hij tot halverwege afscheurt. En dan ben ik verder van huis. Zit dadelijk alles onder het bloed. Dan krijgen we hier een Halloween. De beurs in Tilburg. Geen idee. Hoe heet die? Maar er is wel een beurs waar ik graag naartoe had gewillen. Maar die is gestopt. En dan kan ik toch die naam niet meer. Toch niet meer op die naam komen. De Art Specially? Zeg ik dat goed? Zullen velen van jullie vast kennen? Nou, we gaan dus even de kaart in elkaar plakken. De basis in ieder geval. En dan pakken we dus die matlaag. En die is dus... Ik zal het hierbij ook op een papiertje laten zien, zodat jullie ook weten wat ik doe. Mijn blauwe matlaag is dus 10 bij 14,5 en die moet dus hierop komen. Nou, dit doe ik gewoon met lijm. Ik ga de pop-up gedeeltes straks met tape doen. Kan ook met lijm hoor. Ik heb mijn lijmflesje gevuld, maar hij doet het niet. Wat is dat nou weer? Ik heb hem helemaal vol gedaan. Hier word je toch niet goed van? Tutje schoongemaakt. Dan zou ik mijn hele dop uit moeten wassen. Dit gaat niet werken zo. Zien jullie hoe hard ik knijp? Nog een keer. Inmiddels zit hij natuurlijk weer vol. Maar dan moet haast wel iets in zitten. Ja, ik denk dat ik hem heb. Hoop ik. Dat doe ik dan altijd. Als ik mijn lijm bijvul, dan doe ik ook altijd eventjes een tuutje uitwassen. Oh, is die volgend jaar weer? Oh. Ja, er zat inderdaad binnenin toch een propje. Ondanks dat ik hem... toch schoon had gemaakt. Maar ja, kan natuurlijk altijd. Even goed erop duwen. Probeer ik hem even. Nou, het is nog niet wat het wezen moet. Maar we moeten het ermee doen. En anders gaan we over op de dubbelzijdige tape. Maar dat duurt weer wat langer. Kijk. Dit willen we. Hij doet het weer. Natuurlijk, ik laat heel vaak, nu dus ook weer, mijn lijm openstaan. Nou, ik doe altijd eventjes lekker met een vouwbeentje lekker in mijn papier drukken. Hoeft natuurlijk niet, hè. Nou, dan heb ik dus mijn designpapiertje. En de maat daarvan is 9,5 bij 14. Ik ga eigenlijk gewoon iedere keer een halve centimeter kleiner. Maar goed, dan kun je, wil je 0,4, pak je 0,4. Wil je 0,3, pak je 0,3. Wil je nou die matlaag niet? Hè, ik heb natuurlijk die blauwe laag eronder. Ik hou van die contrasten. Ik vind dat erg leuk. Hier zit een kloddertje. Zo. Dan pak je dus... je hebt je kaartstok. Maar wil jij dus niet dat blauwe matlaagje, dan moet je dus voor het designpapier de mate van de matlaag aanhouden. Is dat een beetje duidelijk of praat ik onzin? Hé, hey Marianne. Ja, jij zit nog lekker... Je hebt gelijk hoor. Die zochten we. Dan heb ik dus twee strookjes. En die zijn dus 10 bij 3,5. Ja, want mijn kaart is 10,5 centimeter hoog. Dus ik heb de hoogte voor die strookjes 10 gehouden. En de breedte is 3,5. Want dit is, als het goed is, 2 keer 4. Dan meten we even na. Ja, dat is 2 keer 4. En dan wordt mijn designpapier dus 3,5. Die kunnen we ook al opplakken.
Ik vond dit wel een leuke kleurencombi. Nou, en dan probeer ik een beetje op te letten dat ik qua hoogte gelijk blijf met mijn matlaag en designpapier aan mijn rechterkant. Ik vind het dan, ja, ik probeer daarop te letten. Lukt niet altijd natuurlijk, maar hier een beetje lijm op. Hoi hoi! Gezellig als jullie nog binnenvallen. Nou, jullie kunnen altijd terugkijken, hè? De lives blijven natuurlijk gewoon op de groep staan, komen op YouTube. Nou, dan is dit dus dat. En dan heb ik nog twee stukjes designpapier. Oh, ik heb tekst, dus ik moet wel even een beetje opletten wat ik doe natuurlijk. En die komen hierop. En die zijn dus 9,5 bij 3, als ik het goed zeg. Ja. 9,5 is de hoogte. En 3 centimeter is de breedte. Nou, hoe je dit op moet plakken, spreekt natuurlijk voor zich. Nou, geloof me maar niet, deze is echt niet moeilijk. Echt niet. Maar ik ben het met je eens hoor. Ik zie ook wel eens dingen dat ik denk, oh, dat ziet er makkelijk uit, ga ik ook doen. En dan ben ik ermee bezig en dan heb ik me of dus gigantisch vergist in het werk, of ik kom er gewoon niet uit. Nou ja, uiteindelijk, ja, ik ben dan ook wel weer zo iemand, ik kan het dan niet uitstaan en dan moet en dan zal het lukken. Dus ik blijf doorgaan tot het lukt. En is het niet linksom, dan wel rechtsom. Hetzelfde als met creaties die ik zie van de buitenlandse dames. Die werken natuurlijk heel veel in inches. Nou heb ik persoonlijk dus geen moeite met inches. Maar zeker als ik het dan in een live wil maken, omdat ik het zo leuk vind en graag ook aan jullie wil laten zien, dan moet je het om gaan rekenen. En dan moet je dus toch een creatie creëren of maten creëren die voor iedereen te doen zijn. Nou, de basis is klaar. In principe zou je hem natuurlijk ook gewoon al zo kunnen laten als je dat leuk vindt. Maar we gaan natuurlijk die pop-upjes doen. Ik leg deze heel even aan de kant, want we gaan nog eventjes onze pop-up paneltjes beplakken. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Nou, dit is dus dat eerste strookje. Die wordt straks zo opgeplakt. Dus dat kun je eigenlijk wel begrijpen, hè? Want die komt hier tegenaan. Dat hier en op het plakstrookje natuurlijk geen designpapier hoeft. Ik moet alleen even goed kijken nu welke hoort waarbij. Laten we gewoon met de grootste beginnen, want dan kan ik ook de maten vertellen. Deze was dus 11 bij 8,5. Daar moet deze op. En daar weet ik eigenlijk, dus denk 8 bij 3,5 en 8 bij 3, gok ik. Ook 2,5. En daar moet natuurlijk ook ons designpapiertje op. Nou, hier heb ik voor het vogeltje gekozen. Nou ja, niet gekozen, maar dat kwam toevallig zo heel mooi uit. En dat is gewoon allemaal uit hetzelfde velletje designpapier, hè? Het gaat je echt lukken, Ria. Echt waar. Je mag altijd een berichtje sturen, Monique. Dan kan ik altijd een keer met je meekijken. En Ria, voor jou geldt hetzelfde, hè? Hoi hoi, gezellig dat je nog even meekijkt. Die hoort dus daar. Nou, dan heb ik wel zorgen dat ik in beeld blijf uiteraard. Deze met deze hoort hier. En daar hoort dit stukje designpapier op. Zie je, als je eigenlijk alles snijdt, dan zie je al gauw genoeg waar het moet komen. Nou, deze komt hier. Oh, hier blijven. Hier heb ik dus wel een stukje designpapier verkeerd gesneden, want hier zit mijn tekst. Maar dat vind ik eigenlijk niet erg. Ik denk dat ik dat zo laat. Nou, dit zijn wel priegelstukjes. Vind je dat nou echt niks, dan laat je die lekker weg. Ik had zoiets van, ik laat me niet kennen en ik wil het erop hebben. Dus dat gaat gewoon gebeuren. En die ga ik ook als eerst opplakken, want dan ben ik er vanaf. Dan zit ik alleen in dubio. Ga ik dat stukje overnieuw snijden of ga ik dit zo laten? Wat vinden jullie? Gaan we een stukje designpapier opnieuw snijden? Of maakt het niet zoveel uit dat die tekst van onder naar boven loopt? Hallo Dick. Ja, zo laten vind ik ook.
Ja, die boodschappen, dat is ook altijd weer een dingetje. Ik doe dat altijd op zaterdagmorgen om 8 uur. Want dan ben ik er maar vanaf. Nou, ik heb dus inderdaad mezelf aangeleerd om tegenwoordig dit soort dingen gewoon lekker met een pincet te doen. Ik loop altijd de handen in te doen. Terwijl dat er natuurlijk prima met een pincet kan. Loop ik moeilijk te doen terwijl het gewoon makkelijk kan. Niet te hard in mijn lijnfles knijpen natuurlijk. Nou, kijk, en bij die priegelstukjes ga ik ook niet kijken. Hè. Wat is de boven- en wat is de onderkant? Maar ik wil daar toch graag een designpapiertje op hebben. Dan heb ik het gewoon netjes afgewerkt. Ja, het is precies. Ja, snap ik ook, Dick. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik had vanmorgen helemaal geen zin om mijn bed uit te komen. Dat we hier in een naastgelegen dorpje hadden ze een dagtoernooi georganiseerd. En dat is gewoon huistuin en keukendart, hè? Geen professioneel iets of wat dan ook. En daar zijn we dus met de hele familie geweest. Nou ja, hele familie. Mijn ouders, ik en mijn man en mijn 2 kinderen. En mijn kinderen hebben ook allebei meegedaan en mijn man. Maar dat werd toch best wel laat. Dus het was echt 1 uur of zo dat ik op bed lag. En toen had ik zoiets van, ah. Nou zie ik een opmerking voorbij komen en dan breekt altijd mijn hart. Please, alsjeblieft, zeg niet dat het dom, dat je bent niet dom. Absoluut niet. Haal jezelf niet naar beneden, want het is echt niet nodig. En het haalt zoveel lol voor jezelf weg. Dit is inderdaad de Vintage Christmas van Janine's Mindful Art. De laatste collectie. Ik zal een... die had ik wel klaargezet voor jullie, maar ik heb hem nog niet gedeeld. Ik zal even een linkje met jullie delen. Daar staan de materialen in die ik gebruik. Luister, en niet iedereen pakt het even snel op. Dat is echt niet erg. Ik heb dat ook en dat hebben we allemaal. En weet je hoeft ook zelf niet het wiel uit te vinden, hè? Want dat is gewoon al uitgevonden. Maar schroom niet om hulp te vragen. Er is altijd wel iemand die kan en wil helpen. Echt waar. Ah, oh, dankjewel, Tiet. Ik had jou nog niet voorbij zien komen. Goedemorgen. Soms helpt het om het even weg te leggen en het dan later te pakken. En dan in één keer heb je zoiets van, oh, zo was het, zo is het. En als het niet lukt, gewoon vragen. Nou, ik zie dat Sylvia al wel meekijken, hartstikke lief. Nou, doen we deze nog even en dan gaan we lekker de pop-up plakken. En anders stuur even een berichtje, Monique. Mocht je er niet uitkomen, dan ga ik met je meekijken. Maar ik doe het ook vaak, hoor. Ook als ik bijvoorbeeld met een creatie bezig ben en ik weet niet hoe ik verder moet. Met de JMA Tom zeg, ik had hem. Ja, dat gaan we toch niet doen, hè. We gaan geen dingetjes in de sloot. Nee, ik heb dat ook hoor. En dan leg ik het weg. En dan, soms zie ik er dan best wel tegenop om er weer aan te beginnen. En dan pak ik het en dan heb ik in één keer iets in mijn hoofd. Chantal, ik weet niet of jij er net al was. Maar ik hoop trouwens niet dat je erg vindt dat ik je naam zo zeg. Maar soms wil het helpen als je gaat snijden om... dan op de achterkant van jouw papier te schrijven wat de hoogte en de breedte is. Op het moment dat jij dan tape of lijm op jouw creatie plakt, of op jouw stukje papier plakt, dan zie je dus hoe je het op moet plakken. Nou, sowieso nog lang niet alles van JMA is uitverkocht. Ook het papier niet.
Het mixed paper pad is gewoon nog verkrijgbaar. En ook het scrap vellen set, ik zit nu op de site te kijken, is nog gewoon verkrijgbaar. Dus er is nog gewoon papier te krijgen uit de JMA Vintage Christmas collectie. Het enige wat op is, is het 20x20 paper pad. Maar het scrap vellen set en de mixed paper pad, waar ik ook die basiskleurtjes uithaal, die zijn nog gewoon leverbaar. Het is wel op is op, want bij de groothandel is ook alles, of in ieder geval een hoop, uitverkocht. Het gaat ontzettend hard. De lintjes zijn ook nog gewoon, allebei de setjes zijn nog leverbaar, Marian. Ja, ik weet dat jij die nog wil hebben, hè? Nou, ik ga mijn lijm even dicht doen en mijn dubbelzijdig tape erbij pakken. Want ik vind dat dan met een pop-up vind ik dat zelf prettiger. Niet altijd hoor, maar in dit geval zeker wel. Omdat ik door wil, klinkt zo raar. Deze is te breed voor mijn plakstrookjes. Ik moet even de goede iets met te veel tape hebben. Deze is goed, denk ik. Nou ja, niet, want tape heb je nooit genoeg. Ik heb allemaal van die half open gebroken rollen, weet je wel. Kijken en oefenen. Doen. Oh, ik denk dat deze... Nou, daar kunnen we nog wel een stukje uithalen. Ik ga mijn grootste panel pakken. En ik ga dus hier tape op doen en op de plakstrook. En op die grote panel kan ik natuurlijk wel deze doen. En dan is het gewoon snel groot halen, snel thuis of zoiets was het toch? En dus op de goede kant, hè, dus naast jouw designpapier, plak jij dus tape. Tape, lijm, net wat je wil. Maar omdat ik door wil en niet wil wachten tot mijn lijm droog is. Ik heb trouwens helemaal geen idee hoe ik zit qua tijd. Maar ik klets ondertussen allemaal wel lekker. Nou, we krijgen in ieder geval de basis wel af. Dus daar ben ik wel... Nou, kijk weer even alles in beeld. Zo, dat is beter. Ja, gewoon proberen, weet je. En wees niet te hard voor jezelf op het moment dat je een foutje maakt. Jullie willen niet weten hoeveel er hier in de prullenbak belandt. Omdat ik of dingen verkeerd snij. Ja, anders gaan we gewoon nog even door. Of, weet je, en daar heeft iedereen, hè. Oh, ik moet deze... Het is ook niet erg. En juist van die fouten, daar leer je van. Want dan zie je eigenlijk van, oh, ik heb dit fout gedaan. En door het dan nog een keer te doen. Ja. Maar ook bij mij hoor. En ik heb ook wel eens hele creaties afgemaakt die ik alsnog gewoon weg heb gegooid. Omdat ze er gewoon niet uitzagen. Dan pak ik even een prikpennetje. En ik haal dus mijn beschermfolie eraf. Van een grote panel. De bedoeling is dus, die moet je dus tegen die vouwlijn aanleggen. Je kunt het uitmeten als je dat dus precies in het midden wil hebben. Ik doe dat altijd gewoon zo op het oog dat ik denk, nou is het ongeveer gelijk. En dan heb ik er vrede mee. Dan vind ik het prima. En dan douw ik hem dus eigenlijk gewoon dicht. Nee, weet je, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik had daar zeker toen ik net begon heel erg een handje van. Om dus te gaan vergelijken met anderen. En van, oh, ik kan dat niet. En, oh, die zijn veel beter als ik. En dat is veel mooier. En, maar iedereen heeft gewoon een eigen manier. En jongens, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er is geen goed of fout. Ik heb er ook altijd een hekel aan als mensen online en... Waar dan ook elkaars creaties af gaan zitten zeiken. Sorry voor het woordgebruik. Maar iemand heeft daar misschien wel heel lang zijn best op gedaan. En gewoon keihard voor gewerkt. Maar die kan niet beter. Of dat is die stijl. Of wat dan ook. Weet je, je gaat elkaar gewoon niet onderuit zitten halen. Onder het mom van hashtag wees lief voor elkaar. Denk ik dan altijd maar. Nou zit hij dus vast. Maar we willen natuurlijk dit creëren. En dat die echt, die pop-up,
blijft staan. Nou, hoe gaan we dat doen? We leggen hem dus helemaal open. Dan gaan we van ons plakstrookje ook de beschermlaag eraf halen. En wat doen we? We laten hem helemaal open liggen. Ik til hem dan altijd iets op en die vouwen we dus naar binnen. En dan plak je hem vast. Nou, kun je nog even lekker mee vouwbeen erin. Even aandrukken. En dan heb je dus je eerste pop-up. Dus het ziet er heel ingewikkeld uit, maar dat is er eigenlijk niet. Nou, daarom, weet je, je moet het leuk houden voor jezelf. Leg ook niet de druk voor jezelf te hoog. Want het is niet nodig. Het is zo jammer als mensen dat doen. En ik ken het hoor, want ik ervaar die druk zelf ook wel eens. Maar ik heb inderdaad wel leren accepteren van, nou, als het me niet lukt, dan doe ik het dan op een andere manier. Ja, dat is lastig, Monique. Maar soms helpt het dan om toch gewoon... Wat ik dan vaak doe, is als ik dan geen energie heb of weet ik veel wat, dan ga ik niet een creatie maken, maar dan kun je dus een achtergrondje gaan maken. Je kunt bloemen gaan maken. Dat soort dingetjes doe ik dan vaak. En dan gaandeweg komen die ideeën toch wel weer. Nou is deze tape toch helaas echt op. En die maat, die heb ik niet meer. Die stond overigens wel op mijn lijstje. Ik heb hier nog een rol van Studio Light, maar die is smaller. Nou, weet je, laat ik verder gaan. Deze misschien. Nou, die is ook smaller. Oh, even een stukje eraf halen. Oh. Ja, plaatjes knippen, dat soort dingen. En dan, maar dan komt gewoon... Vaak komt dan ook wel weer vanzelf de ideetjes borrelen van, oh, ik heb nu dit gemaakt. Oh, daar zou ik dat mee kunnen doen. Of... Maar dat is het vaak. We leggen de lat gewoon voor onszelf te hoog. Even kijken, ja. Oh, hier moet ook nog op natuurlijk. Grapje. Nou, wat ik nu ga doen, want ik hou hier natuurlijk een klein strookje over. Daar ga ik even... Zometeen een beetje lijm langs zetten. Dat doe ik hier ook op dat strookje. Want verder wordt hij toch tegengehouden door de tape, zeg maar. Nou, hier gaan we eigenlijk weer hetzelfde doen. Hè? Want we willen dus deze zo. Nou, je kunt zeggen, ik ga dit zo opplakken. Ik plak hem weer open. Of ik leg hem weer open. Dan ga ik dus mijn dubbelzijdig... Of mijn beschermstrookjes van mijn dubbelzijdig tape afhalen. Nou, en omdat dubbelzijdig tape, zeker scoretape, plakt gewoon heel erg goed. En je wil wel dat dit gewoon lekker vast zit, zeg maar. Overigens, wil jij met tape werken, maar ben je bang dat het gaat schuiven, dat het gelijk vast zit en je niet meer kan schuiven? Doe er een beetje lijm overheen. Dan kan je nog een beetje schuiven, mocht het toch voor jouw gevoel anders niet lukken. Ook dit doe ik weer op het oog. Je kunt natuurlijk ervoor kiezen om het niet op het oog te doen. Ik doe het wel. En je vouwt je kaart gewoon weer dicht. Wat gaat er bij mij nou niet goed? Nou, hij gaat wel goed. Nou, die zit lekker vast. Dan moet natuurlijk hier de folie af. Beschermlaagje, hoe wil je het noemen. Ja hoor, gewoon lekker showen. Weet je, we zijn wat dat betreft een hele gemoedelijke groep. En rottigheid, nare dingen, dat soort dingen, ja, wordt bij ons gewoon niet getolereerd. Dan riskeer je gewoon om eruit gegooid te worden. Dat is heel simpel. We zijn allemaal aardig voor elkaar. En ik ben daar een vrij harde in. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Nou, we leggen hem weer plat. Hè, zoals we net ook gedaan hebben. En ons strookje, dat plakstrookje, vouw je dus naar binnen. En
op die manier plak jij hem dus weer vast. En als je hem dan weer zo neerzet. Zien jullie? Nou ja, vooruit zo. Heb je dus weer. Precies. Ik ben opgevoed met het gezegde. Wat jij niet wil dat u geschiet, doet dat dan ook een ander niet. Dus oftewel, behandel een ander zoals jij zelf behandeld wil worden. Vind ik altijd een hele mooie. Maar goed, lekker verder met knutsel. Want we dwalen weer lekker af. Ons laatste pop-up paneltje. Dat ik nou toch die 1 centimeter teken, of 0,9 is het, hè? Dan moet ik toch nog bestellen. Dus dan ga ik die ook gelijk even mee bestellen. Want dat is een maatje die ik altijd heel graag gebruik. Juist inderdaad voor plakstrookjes. Wat kan ik zo goed? Leuk om te horen trouwens. Maar ik weet niet wat ik goed kan. Ah, liever het niet schamen. Dat is echt niet nodig hoor. Ja, ik heb hem al een keer gemaakt, Anita. Ik weet niet of jij er in het begin... ja, precies, Anne. Of jij er ook bij was. Maar ik heb inderdaad deze jaar, anderhalf jaar geleden of zo... oh, wat lief, Yvonne. Dank je wel. Met lemoncraftpapier gedaan. En ik zeg net al, ik schaam me diep. Want ik dacht dus echt dat ik deze helemaal afgemaakt had. Dat heb ik gewoon nooit gedaan. Dus die is gewoon ergens achterin beland en gewoon nooit meer afgemaakt. Stom, hè? Nou deed ik in die periode ook wel heel veel lives, dus ja, wellicht heeft het daarmee te maken. Maar ik had zoiets van, ach weet je, het blijft een leuk modelletje. Er zijn heel veel mensen bijgekomen. En dan ja, het is gewoon leuk om, om dan toch ook je oude modelletjes nog eens een keer naar boven te halen. We hoeven niet altijd het wiel uit te vinden. Er zijn natuurlijk al zoveel ja, kaartmodellen. Dat is een leuk modelletje. Hè? Ik vind het echt wel een leuk modelletje. Ik heb hem inderdaad ook niet zelf bedacht. Hè? Dat zal ik ook nooit zeggen. En ik zou niet meer weten waar ik hem gezien heb. Maar kijk de live, zou ik zeggen, van de Lemoncraft terug. Daar zal ik het ongetwijfeld vertellen. Want als ik iets voor het eerst maak wat ik niet zelf heb bedacht, zal ik altijd vermelden waar ik het gezien heb. Waar ik hem voorbij... Inderdaad, trots zijn op wat je maakt en absoluut je eigen niet schamen is niet nodig. Nou, we gaan hem weer helemaal openleggen. En dit doe ik dus ook weer op de gok, hè. Ik heb hier dus al eigenlijk aan de andere kant ook dat nog niet gehoeven. Het enige waar je op moet letten bij die, dat heb ik net niet gezegd, maar ga ik nu wel even noemen. Als jij dus die paneltjes op gaat plakken, dat je hem er niet, je houdt hem er tegen, maar schuif hem er niet onder. Want dan krijg je een beetje een rare vorm. Dat klinkt ook weer zo. Maar dan heb je kans dat hij wat gaat bobbelen, zeg maar. Dat hij niet helemaal is zoals jij zou willen. Vouw hem weer dicht. En als je het dan goed gedaan hebt, dan kun je dus eigenlijk meten voor jezelf, hè. Dan zie je dus, als je dit paneltje op hebt geplakt, aan één kant, dat hij net niet buiten de kaart uitsteekt. En dan weet je eigenlijk van, oh ja. Ik zit nog steeds goed. Nou, ik doe deze even zo, want ik heb daar natuurlijk de beschermfolie al afgehaald. Dat had helemaal niet gehoeven. Dan druk ik hem weer even aan. En dan moeten we eigenlijk weer hetzelfde doen, hè? Helemaal openvouwen. Alleen het laatste paneltje weer dichtvouwen en opplakken. Dat is eigenlijk alles. Nou, dan doe ik hem vaak een paar keer heen en weer halen. Dat hij ja, een beetje gaat zitten, of hoe noem je dat? Als ik hem dan zo... En dan is dit dus jouw creatie. Nou zie je dus, dat vind ik dan wel weer grappig. Ik zei dus net in het begin voor... Ja, dankjewel Marlijn. Hele goeie. Gaan we weer. Als je dus moeite hebt om in designpapier te snijden... omdat je dus het design zo mooi vindt en gewoon niet weet welk stukje je wil gebruiken. Omdraaien. En dus op de verkeerde kant snijden. Dus als dit jouw velletje designpapier is, dit is dus het hele velletje. Dan draai je hem om. En dan ga jij dus snijden.
dan weet je dus eigenlijk niet van tevoren wat er uitkomt. Hè? Maar het valt uit. Het pakt eigenlijk altijd goed uit. Nou, dat zie je dus nu ook weer. Ja, goed, die heb ik dan net verkeerd omgesneden, maar dat... Ja, het is echt een leuk modelletje om te snijden. En ik zou inderdaad willen adviseren om dit bestandje erbij te pakken. Eerst even alles te snijden. En voor degenen die bang zijn om de maten door elkaar te halen, zet dus desnoods, hè, je kunt dat op meerdere manieren doen. Als dit jouw designpapiertje is, nou, ik pak even een pennetje. Dan kun je dus inderdaad, hè, op de achterkant, hè, hoogte, breedte. Sommigen vinden dat lastig. Je kan ook doen, gewoon een simpele pijl. Als je dit op de achterkant met potlood doet, heb ik dit aan de achterkant. Ja, dit heb ik aan de achterkant gesneden. Als je dus dit zo... Kunnen jullie wel zien, hè? Als je dit dus op de achterkant van jouw papier doet, cardstock, designpapier, net wat je hebt, en je vindt het lastig, Brigitte, de 2020 paperpad weet ik niet. De scrapvellen, daar zitten dezelfde designtjes in. Die zijn er nog wel. Die zijn er gewoon nog verkrijgbaar. Ik zal de link er nog een keer ingooien voor jullie. En ook het mixed paper pad met dus de, hè, alle matkleurtjes. Deze komt daar onder andere uit. En knipplaatjes, allerlei dingetjes. Die zit daar ook gewoon in. Die is ook nog leverbaar. En de maten vinden jullie dus op de groep. Als je naar de groep van Created with Hobby Vision gaat, en dan heb je daar dus bovenin een stukje met info, bestand, ja, info, foto's, video's, bestanden. En je doet dus inderdaad bestanden aanklikken. Dan vind jij dus maten. Wat ik ook kan doen, ik weet niet of jullie dat fijn vinden. Ik kan hier zo meteen even een foto van maken. En dan zet ik dit even in de groep. Als foto. Voor degenen die het dan niet in bestanden kunnen vinden. Ja, het papier is mega hard gegaan. Dan kunnen jullie in ieder geval dit zien bij de foto's. Is dat een idee om te doen? Of inderdaad even een printscreentje maken, een screenshotje. Dan heb je ze ook. Maar als ik ze op de groep post, zijn ze wellicht iets duidelijker. Kun je het wat... Maar de scrapvellen set is nog steeds leverbaar. Ik zag net voorbij komen dat het uitverkocht is. Dat is niet waar. Alleen de 2020 paperpad is uitverkocht. Nou, om jullie nog even snel een idee te geven. Om te pimpen. Wat je zou kunnen doen. Even denken. Heb ik hier een bloem en een blaadje. Ik heb hier wat bloemen en blaadjes en nog niet in de juiste kleur, dus let daar niet op. Gaan we uiteraard met de JMA doen. Bloem. Blad. 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 En een blad. Nou, wat zou je kunnen doen? Om te beginnen zou je... Kijk. Hier. Een bloem kunnen doen. En dan zou je dus... Want onder die pop-up kun jij gewoon plakken. Als je het maar plat houdt. Kun je dus nog wat blaadjes uit laten komen. He, zo op deze manier. Takje erbij. Ik noem maar wat, hè. Dat zou je zo kunnen doen. Dan zou je hier nog... Als je dus een strookje cardstock hebt. Die zou je hier kunnen plakken. En die kun je dan leuk in een bannertje knippen. Nou, ik doe dat ook vaak op de gok. Je kunt het uitmeten. Dat doe ik gewoon zo.
Er zijn ook standjes van. En dan kun je dus bijvoorbeeld met embossingpoeder en die leuke tekststempel set. Dat is mijn bedoeling in ieder geval. Deze. Fijne feestdagen. Nou, er is natuurlijk ja, hele leuke teksten staan daarop. Die kun je dan daar doen. En hier zou je dan nog een creatie kunnen maken met een boompje. Of nou ja, ik heb deze toevallig nu al setje bij elkaar zitten. Maar bijvoorbeeld dit erop. Een paar van die witte balletjes erbij. Bloempje erbij. En je bent eigenlijk al klaar. Dan heb je dus heel simpel. Niet te veel nadenken. Lintje uiteraard ertussen. Ik heb hier nog een strikje liggen. Die zou je dus daar bijvoorbeeld kunnen doen. Dan heb je heel subtiel. Subtiel. Nou, hertje vind ik in dit geval wat minder op deze creatie. Dus die gaan we niet gebruiken. Nou, even een ideetje hoe je dus zo'n kaartje... Ja, die hertjes die zijn leuk hè, à la Jitske. Mijn hertjes zijn ook echt allemaal à la Jitske hoor. Dat is echt helemaal... Dus voor degenen die dat gemist hebben... Dit zijn de hertjes van de standset van de JMA collectie. En Jitske de Waard, die is uit ons JMA design team... Die heeft op haar YouTube kanaal, op haar eigen YouTube kanaal, een filmpje geplaatst. Hoe je dus deze hertjes kan maken. Gewoon met een paar kleurtjes inkt. Dus even een tipje. Voor iedereen. Nou, ik ga deze vanmiddag of morgen nog even afmaken. En dan gaan jullie hem voorbij zien komen. Ik ga even een foto maken van die maten voor jullie. Die plaats ik op de groep zometeen. Zodat jullie hopelijk er ook mee aan de slag kunnen. Nogmaals, lukt het niet, alsjeblieft, schroom niet om het te vragen. Dan help ik. Of wie dan ook. Mag via, op de groep, mag via een berichtje. Gewoon vragen. Mijn hertjes komen uit hun werelddeel. Oh, nou, ik ben benieuwd, Sylvia. Dus dan was dit mijn live. Vanmiddag om 3:00 uit mijn hoofd. Suzanne van Poppel nog. En vanavond Rihanna. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Fijn weekend nog. Veel knutselplezier als je nog gaat knutselen. En graag tot de volgende keer. Doei doei!